Elke avond lees ik een hoofdstukje uit dit prachtig boek waar ik nu toch eens publiciteit voor wil maken. Als een Boeddha, als een uilskuiken. Metaforen voor zenmeditatie. Zo mooi dat ik er wil publiciteit voor maken. Misschien een kerstcadeautje voor jezelf of voor je collega of partner. Metaforen voor zenmeditatie. Je zou denken, het is bedoeld voor mensen die zitten, zazen. Hè? Zazen, zenmeditatie. In stilte zitten. En je ademhaling volgen. En ik hou van metaforen. Ik heb ook zelf een boek geschreven, Metaforen in Coaching. 150 metaforen. Ik denk hier in dit boekje staan er een stuk of 20, denk ik. Maar het is zo goed geschreven, hè? Van Tom Hannes. Ik ga één metafoor vertellen die mij gegrepen heeft en waarop ik eigenlijk wil, waarop ik verder ben gaan fantaseren. Want die metaforen zijn niet alleen voor mensen die zitten en mediteren. Het is ook een grondhouding. Zazen gaat eigenlijk altijd over een grondhouding die je overal kunt meepakken. Maar als we rondlopen, verliezen we voortdurend onze grondhouding. En dat is juist de oefening van het boeddhisme, in je grondhouding blijven. En die metaforen, die laat je leven in je lichaam en helpen je grondhouding. En de belangrijkste, die voor mij het meest trof, was die van de zee. En terwijl dat je aan die vloedlijn staat van de zee, en je kijkt naar die zee, die golven die komen, en die golven die weer zich terugtrekken. Je hebt het geluid van het water, en de geur, de zilte geur, strand, zee. Volg je ademhaling. En terwijl je inademt en uitademt, gaat de zee heen en weer. Terwijl ik zo die inbeeldingsoefening deed, werd ik de zee. Inademen, uitademen. En stel je voor dat je rondloopt in je leven, zoals dat moment aan die zee. Inademen, uitademen en die rust kunt behouden. En als het even wat moeilijker is, wat explicieter inademen. Een grotere golf. De zee worden, de zee meenemen. Dat is een prachtige, vind ik. Voor mezelf zijn er vele anderen ook heel goed. De laatste is... die hij vermeld is als een uilskuiken, beginnersmind. We doen allemaal zo'n stomme dingen heel de dag. We zijn eigenlijk voortdurend uit onze grondhouding. En die oefening doen om daarin te blijven, dat is een voortdurende beginnersmind. Niemand heeft eigenlijk die verlichting al bereikt. Of je zou even goed kunnen zeggen, ja, wees als een Boeddha, loop rond als een Boeddha, je bent al verlicht. Dat is ook een metafoor. Wees als Boeddha. Ik hou het bij de zee. Ik ga het niet verrassen met de andere metaforen, maar het is enorm mooi geschreven.